Nummer 6 Veendam ontvangt nummer 3 Volendam. Het verschil tussen beide ploegen is 9 punten. Veendam dat een uitstekend seizoen draait. Er staat onder andere boven Sparta, Cambuur, Den Bosch en Go Ahead Eagles. Dit is de grootste kans uit de eerste helft voor Veendam. Michael de Leeuw, maar de redding is goed van Ruiter. 0-0 is de ruststand op de Lange Leegte. In de tweede helft wederom een veel beter Veendam. Hier Michael de Leeuw. Met een enorme kans. Wim Kieft deed het ook zo eens. Nog steeds 0-0. Hier Apau. Wacht. Paast op het juiste moment naar Kolder. Geen buitenspel. Kolder schuift hem naast. Weer een grote kans voor Veendam. En Gal baalt. Want zijn ploeg is vele malen beter. In de slotfase stond balverlies van Michael Jansen. En de kans voor Platje, maar de redding is van de Vlag. En zo blijft het 0-0. Maar heeft Volendam wel een feestje te vieren? Want AGOVV speelt gelijk bij Sparta met 3-3. En dus is de tweede periode voor de ploeg van Gert Kruijs.